De dansconferentie van de cultuurvereniging NAX markeert het begin van een nieuwe fase in de culturele reis van velen, terwijl ze voortgaan met een dieper begrip en een grotere liefde voor cultuur en dans. De eerste Afro-Surinaamse conferentie diende als een platform voor uitwisseling en dialoog tussen kunstenaars, dansers en cultuurpromotors. De afsluiting van de driedaagse dansconferentie vond gisteravond plaats aan de Thompsonstraat. Het was een weekend vol culturele verkenningen en dansbewegingen. Deze conferentie bracht dansliefhebbers, kunstenaars en cultuurliefhebbers uit Suriname en ver daarbuiten samen om diverse aspecten van cultuur te verkennen. Het evenement, dat begon op vrijdag en eindigde op zondag, was een rijke en gevarieerde ervaring voor alle deelnemers. Gedurende 3 dagen werden verschillende facetten van cultuur belicht en besproken. Een van de opvallende thema's was de nadruk op de Winti-leer, een spirituele traditie die diep geworteld is in de Surinaamse samenleving. Een ander hoogtepunt van de conferentie was de verkenning van buitenlandse culturen. Met de diversiteit van de Surinaamse samenleving als achtergrond werden de deelnemers aangemoedigd om hun blik te verbreden en kennis te maken met dansvormen en culturele uitdrukkingen van andere delen van de wereld. Dit aspect van de conferentie bevorderde culturele uitwisseling en begrip tussen deelnemers met verschillende achtergronden, waardoor nieuwe perspectieven werden geopend. De organisatie hoopt in de toekomst meer van zulke projecten te organiseren voor verbetering van de cultuurkennis in Suriname.